Ze willen hier zeker geen fouten maken. Het is de eerste wedstrijd en als je die verliest, dan blijf je achter jezelf aanlopen. We gaan kijken hoe de dames van Nieuw-Zeeland het opnemen. Spelen tegen de nationale damesploeg van de Verenigde Staten. Nea Jokelainen verzorgt vandaag de arbitrage. En de bal rolt. Hopelijk krijgen we een spannende en doelpuntrijke wedstrijd te zien vandaag. Met deze formatie stappen ze vandaag het veld op. Dus gekozen voor een 4-4-2 systeem. Twee aanvallers dus voorin. De keeper weet de bal weg te boksen. Ze weet die paas te onderscheppen. Zo, die laat er geen gras over groeien. Meteen een overtreding. Long. Ze rent op de bal af en zet haar voeten tegen. Annelie Longo. De scheidsrechter laat doorspelen. Die is er vandoor. Die bal is voor de tegenstander. Carly Lloyd. Als je de bal zo weggeeft, ja, dan verdien je een straftraining. De verdediging stapt op het goede moment en zet de aanvallers buitenspel. Goed gezien van de arbitrage trouwens. De scheidsrechter besluit haar geel te geven, ook al liet ze het spel eerst nog even doorgaan. Netjes gedaan hoor, door de arbiter. Ja, en dat tekent gewoon de goede scheidsrechter. Eerst de aanvallende ploeg de kans geven om een voordeel te halen uit de aanval. Als het niet lukt, kun je altijd nog een straf uitdelen. Rebecca stopt. Langs de lijn gespeeld om het veld zo breed mogelijk te houden. Goed verdedigd. Dat wordt niet meer dan een inworp. Moore. Dat zag er heel gevaarlijk uit, maar de steekpas wordt tijdig onderschept. Loep, zuivere paas. Komt goed aan. Lekker combinatiespel. Dan. Bal voor het doel. Die bal eindigt in de handen van de keeper. Ze blijven in balbezit, dus de scheidsrechter grijpt niet in en geeft voordeel. Goed gezien? Absoluut, ik zie dat ook graag. En het is prima gestoken, zo lijkt het. Een uitgelezen mogelijkheid om te schieten. Over de achterlijn, dat wordt een hoekschop. De bal wordt voor het doel Rebecca Stott. Alex Morgan. Wie weet levert dit een kans op. Heel lastig hoor als je daar in je eentje staat. Gered, maar het blijft gevaarlijk. Daar is het schot. Het eerste doelpunt van deze wedstrijd is een feit. En daar hebben we niet lang op moeten wachten. Hoe zal de tegenstander moeten komen, Evert? Ze spelen het goed uit, hoor. Doelpunt. Nou, de verdediging ziet er daar niet best uit. Ze hadden geen idee waar ze de bal moesten zoeken. Laten we die goal nog maar eens bekijken. En dat was de eerste. Perfect over de flank gepaast. Oh, dat stagneert. Morgan Bryan. Die paas wat onderschept. Maakt recht op het doel af. Er werd gevlacht. Meters buitenspel levert. Hier zal de trainer niet blij mee zijn. De aanvallers moeten op het juiste moment met de verdediging mee opschuiven. In plaats van, zoals nu, overduidelijk in buitenspelpositie te blijven lopen. Megan Klingenberg. Katie Duncan. Annelie Longo. Dat lijkt een prima steekpaas. De tegenstander kan de bal onderscheppen.
Het spel wordt goed breed gehouden. Een van de dames op het veld draait al sinds 2010 mee in het Amerikaanse dameselftal. Bedoel je Alex Morgan? Ja, dat is een gevaarlijke spits. Misschien krijgen we vandaag wel een doelpunt van haar gezien. Daisy Cleverly. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Ze kan niet anders dan terugspelen op de keepster. Ze slaagt erin die paas eruit te halen. Ze mogen ingooien. Evie Millen. O'Hara. Over de flank gepaast. Nog steeds balbezit op de helft van de tegenstander. Voorzet komt daar bij de eerste paal. En dat is een corner voor de Verenigde Staten. Diepe corner. Het schot. Dit is een grote kans hoor. Hoekschop. De bal werd al aangeraakt door de verdediger. Tobin Heath. Met zo'n kopballetje verras je deze keeper zeker niet. Nee, die zal niet echt wakker liggen van zulke pogingen. Het is lopen met de bal en de... Dat moet de gelijkmaker zijn. Oei, dat was bijna de gelijkmaker. Maar die bal gaat er net niet in en het scheelde weinig. Nee, dat was mooi gedaan, Evert. Als ze zo verder gaan, dan zie ik de gelijkmaker nog wel vallen. Mogelijk een goede kans hier. Een dubieuze tackle, maar de scheidsrechter geeft voordeel. Kans om te schieten. Er ligt ruimte aan de zijkant. Die drijft de bal op. De keeper weet de bal weg te boksen. Er zijn diverse mogelijkheden voor een tegenstoot. Nog steeds wordt dit een doelpunt. Emily Longo. Long. Absoluut een kans. De scheidsrechter fluit alsnog voor die overtreding en dan geeft hij nog geel ook. Ik dacht dat hij door liet spelen. Oei, ze neemt nogal een risico door er zo in te gaan. Ze probeert de bal af te pakken, maar zet haar sliding net op het verkeerde moment in. Een terechte vrije trap dus. Long, die bal is een prooi voor de tegenstander. Zo doe je dat. Fraai, goed gedaan. Mooi schot. Over de achterlijn, hoekschop. De trainer besluit te wisselen. Ik denk dat voorzorg, Jury. Zo ernstig ziet die blessure er ook niet uit. Ja, ik denk dat de trainer niet het risico wil lopen dat het erger wordt. Hè? Dat je alsnog iets afscheurt. Dan kun je beter het zekere voor het onzekere nemen. Rebecca Stott. De scheidsrechter geeft een inworp aan. Betsy Hassett. Een goede tackle en de bal is los. Megan Klingenberg. Als ze dit goed kunnen uitspelen, kunnen ze toeslaan op de counter. De tegenaanval wordt afgeslagen. Het wachten is op een nieuwe kans. Een uitgelezen mogelijkheid om te schieten. Dat wordt een inworp voor de Verenigde Staten. Kelly O'Hara, Alex Morgan, goed geanticipeerd en de paas eruit gehaald. Wat een snelheid. Wanneer wordt de trekker eens overgehaald? Komt dat schot?
Jongen, jongen, wat laten ze daar een kans liggen, man. Ja, dat had echt een gelijkmaker moeten zijn. Maar als ze deze wedstrijd verliezen, ja, ik denk dat ze daar nog wel eens aan terugdenken aan dit moment. Long. Wie weet levert dit een kans op. Gaat dit hem worden? Alex Morgan. Doelpunt. Ze vergroten de voorsprong. Dit is de treun van je welste voor de tegenstander. Ze zullen nu moeten jagen op de aansluitingstreffer. Maar dan ze nog meer ruimte weggeven. Prima doelpunt met het hoofd. En natuurlijk ook wel een goede voorzet. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Daar zit de tegenstander tussen. Aan de zijkant, ja, daar ligt de ruimte. Goeie tackle, maar de bal gaat over de zijlijn. Mislukte inworp, wegbalbezit. De vleugel daar is 6. Dat is een lekker balletje. Daar komt de aansluitingstreffer, denk ik. De keeper redt, maar de bal is nog steeds in het spel. Ze krijgt de bal hard tegen de hand en de arbiter interpreteert het als opzettelijk hens. Ja, maar de scheid staat er maar een paar meter vandaan en zal het vast wel goed gezien hebben. Long. Alex Morgan. Mogelijk een goede kans hier. Dat was een heel belangrijke tackle. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Een koud kunstje voor de keeper. Carly Lloyd. We krijgen maar liefst 4 minuten blessuretijd. De tegenstander krijgt weinig tijd om die bal te controleren. De bal rolt ongehinderd door. Wat gaat de scheidsrechter hier doen? Die paas wordt onderschept. Carly Lloyd. Rebecca stopt. Oh, dit kan een kans worden. Ze rent op de bal af en zet haar voeten tegen. Het is rust in deze eerste groepswedstrijd. En de ploeg kijkt tegen een flinke achterstand aan. Ja, met 1. Het is gekozen voor een 4-4-2 systeem. 2 aanvallen. De keeper weet de bal weg te boksen. En deel 2 van het spektakel is begonnen. Dat is de scheidsrechter niet ontgaan. De scheidsrechter trekt een gele kaart. Ze slaagt erin die paas eruit te halen. Robin Heath. Een dubieuze tackle, maar de scheidsrechter geeft voordeel. Ja, goed gedaan voor de scheids. Moet je dat zien? Ja, buitenspel. De scheidsrechter fluit alsnog voor die overtreding en dan geeft hij nog geel ook. Ik dacht dat hij door liet spelen. Katie Duncan. Ze weet die paas te onderscheppen. Maakt. Ze was iets te gretig en dus gaat de vlag omhoog voor buitenspel. Katie Bowen. Alisa Neer. Kelly O'Hara. En een paas naar de vleugel. Dan.
scheidsrechter fluit voor een overtreding. Blijven de kaart op zak. Dat is geel. Rebecca stopt. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Long. O'Hara. Er ligt heel veel ruimte daar op de flank. Nog steeds in balbezit. Cruijff zou zeggen dat dit is een grote kans hoor. Oh ja! Wat een geweldige pas gaat er aan dat doelpunt vooraf. Die verdediging wordt helemaal uiteengereten. Ik dacht dat dat haar zwakke been was. Maar nu begin ik me af te vragen of dat wel klopt. Ja, het is er niet aan af te zien. Een verwoestend schot, knap hoor. Ik vrees dat deze wedstrijd al beslist is. Katie Bowen. De bal gaat via een tegenspeler over de zijlijn, dus dat wordt een inworp. Mekala Moore. Evie Millen. Dat is een lekker balletje. Die pakt die bal op. Long. Langs de lijn gespeeld om het veld zo breed mogelijk te houden. Megan Klingenberg. Die bal is voor de tegenstander. Evie Millen. Wat gaat de scheidsrechter hiermee doen? Gele kaart. Oei, ze neemt nogal een risico door er zo in te gaan. Ze probeert de bal af te pakken, maar zet haar sliding net op het verkeerde moment in. Een terechte vrije trap dus. Het balbezit gaat over aan de andere ploeg. Eens kijken wat zij ermee kunnen. Tobin Heath, Becky Sauerbrun. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Mogelijk een goede kans hier. Goed verdedigd. Dat wordt niet meer dan een inworp. De coach geeft aan dat hij wil wisselen. Megan Klingenberg. Ze rent op de bal af en zet haar voeten tegen. Knap ingegrepen inworp. Rebecca stopt. De tegenstander kan de bal onderscheppen. En nu uithalen. Wat een doelpunt. Prima afgemaakt. En let ook op de combinatie die eraan vooraf gaat. Schitterend uitgespeeld. Volgens mij heeft ze de smaak te pakken. Dat is alweer haar tweede van de wedstrijd. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Er wordt een eenzijdige pot vandaag. Betsy Hassett. Megan Klingenberg. Ze ging er vol voor en kreeg haar vuisten tegen. Wat is dit vandaag toch een betrouwbare sluitpost. En weer een geslaagde paas van deze speelster. Long. Wie weet levert dit een kans op. Morgan Bryan. Nou, dat is een cadeautje. Slordig omgegaan met het balbezit. Het publiek fluit is niet blij met die terugspeelbal. Loep, zuivere paas. Komt goed aan. Tobin Heath. Een goede tackle en de bal is los. Mekala Moore.
Daar ligt ruimte voor de tegenstoot. Strakke voorzet. Ze weet die paas te onderscheppen. Oh, wat een snelheid. Oh. Het is wachten op de corner. Een van de betere speelsters vandaag verlaat onder luid applaus het veld. Ja, de tijd is leeg. Je ziet dat ze alles gegeven heeft en het publiek waardeert het ook echt. De hoekschop komt in het strafschopgebied. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Tobin Heath. Als ze dit goed kunnen uitspelen, kunnen ze toeslaan op de counter. Kunnen ze deze counter ook uitspelen? Ja, dat is de hamvraag. Verdediging in actie. Wat een reflex. De reguliere speeltijd bedraagt nu nog net iets meer dan 15 minuten. Megan Klingenberg. Goed verdedigend werk, maar wel een inworp voor de tegenpartij. Julie Johnston. Betsy Hassett. De ruimte voor een counter is er. Spelen ze dit uit? Nog steeds in balbezit. De keeper weet de bal weg te boksen. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Bal midden voor het doel. Carly Lloyd. Oh, knalhard schot. Morgan Bryan. Zonde van die rustige opbouw. Nu zijn ze de bal alsnog kwijt. Er zijn nog 8 minuten reguliere speeltijd over. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Een plaatje hoor, deze breedte paas. Knap ingegrepen inborg. Carly Lloyd. Alex Morgan. Oh, gestopt. Megan Klingenberg. Een dubieux. De scheidsrechter fluit. Dat is een gele kaart. De tijd zit er bijna op en het lijkt geen twijfel welk team vandaag de sterkste was. Long. Wie weet levert dit een kans op. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Long. Dan. Dat is een gevaarlijke bal. Daar moet de tegenstander snel handelen. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes for added time. Betsy has het prima gestoken, zo lijkt het. Een opgelegde kans. Gepakt door de keeper. Die bal gaat achter, dat wordt een corner. Het is einde wedstrijd voor deze speelster. Ze kan terugkijken op een prima partij, Jury.
Ja, ze was natuurlijk vanaf het eerste moment in de wedstrijd heel druk bezig. En ik denk dat ze nu gewoon leeg gespeeld is. Ja, want anders was ze denk ik wel blijven staan. Het schot smoort ergens in de verdediging. Een knap schot hoor, van heel ver. Dat zou toch wat geweest zijn. Dan. Er liggen mogelijkheden hoor aan de zijkant. Ze zetten met één druk en hebben de bal weer veroverd. Het zit erop voor vandaag. Nou, Jury, niet echt een lust voor het oog deze wedstrijd. Nee, nou ja, goed. Je hebt ook mensen die van strijdlust houden. Maar het was gewoon vandaag te veel. Veel te veel overtredingen ten eerste. En ja, ten tweede was er gewoon niet zoveel aan.